Als iemand diefstal ervaart vanuit Pico, mag er altijd contact gemaakt worden met de leiding van het postbedrijf die meteen een onderzoek zal instellen. Dit zei directeur Otto Beek vandaag bij de ingebruikname van het nieuwe hoofdkantoor. Het bedrijf gaat niet af op berichten die op social media rondgaan, al zouden er spullen verdwijnen uit dozen die worden ingeklaard door Pico. In al onze loodsen, in al onze afgifteruimtes, in al zo'n dingen zijn voorzien van camera's. Als er wat is, kan je te alle tijden, maar tegenwoordig met de technologie die je hebt op afstand, kan je kijken wat er dan gebeurd zou of voorgevallen zou kunnen zijn. Ondanks de kritiek via social media geeft de directeur aan dat Pico, dat staat voor Paramaribo International Cargo Office, juist is gegroeid. Volgens Beek moet het Surinaams bedrijfsleven zich gaan focussen op de ontwikkelingen rond de olie- en gasindustrie. De bouw van de brug tussen Suriname en Guyana zal een behoorlijke spin-off effect hebben op de economie. Nikeri is ook een groeidistrict, is een stad. En dat er evenveel klanten zijn die ook hun spullen in Nikeri willen hebben, dat we een container vanuit de haven rechtstreeks naar Nikeri moeten kunnen transporteren en al daar de douane zijn werk kan hervatten. Dan, want we hebben de oil en de gas nog steeds, de brug die er komt, dus hebben wij daar een stop nodig en is dan een tussenloods van een douanefaciliteit eigenlijk.